Wilfred Gene is van mening dat Eva Jinek een bijzonder zwakke line-up van gasten had voor de première van haar nieuwe talkshow, Eva. Hij suggereert zelfs dat Freek Vonk, haar ex, haar letterlijk en figuurlijk in verlegenheid heeft gebracht tijdens hun interview. Freek Vonk heeft je alle hoeken van de slaapkamer laten zien. Dit verwijt lijkt vooral te wijzen op een ongemakkelijke spanning die volgens hem duidelijk voelbaar was tijdens de uitzending. Hoewel het onmiskenbaar is dat Eva Jinek als talkshow-host haar sporen heeft verdiend, was de eerste aflevering van haar nieuwe show op NPO 1, die gisteravond werd uitgezonden, alles behalve indrukwekkend? Dit lag echter niet zozeer aan Jinek zelf, maar eerder aan de lijst van uitgenodigde gasten, die als bijzonder saai werd ervaren. Zo waren er optredens van Beatrice de Graaf, het duo ACTA en de Munich, en een bezoek van Freek Vonk, Jinek's voormalige geliefde. Volgens Johan Derksen, een vaste tafelgast bij Vandaag in Zeit. Was deze selectie van gasten verre van ideaal voor een belangrijke première? Er is niets mis met Eva Jinek als presentator, maar alles mis met de keuze van de gasten, al dus derkse. Hij bekritiseerde de algehele kwaliteit van gasten in Nederlandse talkshows: In Nederland hebben we simpelweg geen boeiende gasten meer. Het zijn vaak dezelfde gezichten die weinig interessants te vertellen hebben en met mail in de mond zitten te praten. Derksen is van mening dat de overvloed aan talkshows in Nederland leidt tot een gebrek aan kwalitatief hoogwaardige gasten. Als je altijd dezelfde gezichten uitnodigt die niets nieuws te melden hebben, krijg je dit soort saaie televisie. Freek Vonk, haar oude liefde, zat daar met zijn kinderen en Akda en de Munnik stonden wat te prutsen met hun instrumenten. Als ze niet de juiste mensen aan tafel heeft, kan Eva er ook weinig van maken, concludeert hij. Wilfred Gené was eveneens kritisch en vond het vooral een slechte keuze om een diepgaand interview te houden met een ex-partner. Waarom zou je beginnen met iemand die je intieme kant al kent, en dan doen alsof het een diepgaand gesprek is over zijn jeugd? Dat voelt gewoon raar, vooral als je bedenkt dat ze het thuis waarschijnlijk al uitgebreid besproken hebben, al dus Gené. Hij benadrukt dat hij zich erg ongemakkelijk voelde bij het zien van het gesprek, vooral toen Jinek voorovergebogen aan tafel zat. Johan Derksen voegde hieraan toe dat het gesprek weinig om het lijf had, het was gewoon een nietzeggend gesprekje, er zat geen diepgang in. Gené had daarnaast nog kritiek op het decor van de show, het decor deed me denken aan Afro's Service Salon of iets wat je zou verwachten bij Katrien Keil. Bovendien vond Gené dat de locatie van de studio, in Amsterdam, totaal geen meerwaarde had. Het had net zo goed in Vlachtwedden of ergens in Limburg kunnen staan. Je merkt er niets van dat het in de hoofdstad is opgenomen, al dus Gené. Kortom, de première van Eva werd gekenmerkt door teleurstellende gasten en ongemakkelijke momenten, wat de potentie van de show niet ten goede kwam.